De volle ondersteuning van de samenleving van het dorpje Guyaba is nodig voor onderhoud van het nieuwe logeergebouw en verdere ontwikkeling van het gebied. Dit stelde minister Gracia Emmanuel van regionale ontwikkeling en sport Ros zaterdag bij de ingebruikname van een logeergebouw en brug in het dorp. Een regeringsdelegatie onder leiding van vicepresident Ronnie Brunswijk en de ministers van openbare werken Riyad Noor Mohammed en Ros reisden af naar het gebied. Emmanuel herinnerde dorpsbewoners eraan dat het logeergebouw voor veel inkomsten kan zorgen. Wel mee moeite met die gebouw die boven naar gaan steken of halen voor vaker door mensen. Maar mij onderhouden en mij koesteren. Mij hadden we een tijdje voor ons steeds samen. Je wil eens niet naar pas naar de taak. Minister, ik wil gewoon wat naar kunnen doen. Bijna ja, ze mogen ons ja, geen taak gezien. Maar die de trots, het is een goede idee. Nou, dan had ze die goede samenwerking voor de gemeenschap vanaf de begin. Het begin, de daar om ondersteuning. Dan kennen we dat die ondersteuning zo dolly is. Dus dat pakket. Ook het commissariaat niet te feliciteren. Omdat die zin nou aan soort toe past dat die fondsen voor de commissariaat voor money komt binnen. Maar ik kan mij afzien dat ik heel erg heb, maar ik heb het gevoel dat de fondsen voor de commissariaat een beetje money staat voor, omdat boven Suriname bekend voor toeristen. De Rosminister vroeg de districtscommissaris van het gebied om erop toe te zien dat de ambtenaren het gebouw onderhouden. Brunswijk geeft aan dat de bouw van de brug en logeergebouw sinds 2020 gepland stond. Die gaan we met jou afvallen. De juist ook daar direct in dat je nu take over money aan die derde klas. Nou, wat is dat ook? Maar nou, wat ik money spaar? Ja. Nou, maar van jou, van foto voilà. De president voor nu. Ja, ja, hier. Nou, voor zo'n jij. Volgens Brunswijk wil de regering graag meer doen voor het dorp, maar er is niet genoeg geld om alle projecten te financieren. Hij zegt dat er meer projecten gepland zijn die met tijd voortgang zullen vinden.